Oké. Gezien de tijd ga ik gewoon rustig starten met de presentatie. En het kan dat er nog wat mensen binnen druppelen. Ik zie het nog gebeuren, maar ik ga wel het verhaal starten, want we hebben best wel veel te vertellen. En het is ook fijn als er nog in ieder geval wat ruimte is voor vragen. Dat is ook expliciet de bedoeling van deze bijeenkomst, hè? Dat het laagdrempelig is, dat jullie je vragen kunnen stellen. Als we er gelijk antwoord op hebben, dan geven we dat uiteraard. Het kan ook dat we dat, hè, even moeten nazoeken of uitzoeken. En dan komen we daar later op terug. Dit is waar we het vandaag over gaan hebben. Het is een sprintreview, klankbord moment. Dat betekent dat ik jullie niet meer ga introduceren in het project algoritme. Kader. Hopelijk hebben jullie daar al communicatie over ontvangen. Of heb je misschien de heartbeat van 16 november gezien? Of denk je van, nou, waar ben ik nu in beland? Dan praten we je graag op een ander moment daarover bij. Wat we vooral nu graag willen doen, is laten zien waar we de afgelopen anderhalve maand aan hebben gewerkt. En vast ook even een doorkijkje naar januari, zodat jullie goed kunnen volgen wat er binnen dit traject plaatsvindt. En op welke wijze je kan meedenken of aangehaakt kan blijven. Dus dat is voor nu. Waar we het over gaan hebben, is dat ik heel even terugkijk op waar hebben we dan allemaal aan gewerkt de afgelopen anderhalf, 2 maanden. En vervolgens staan er een aantal onderwerpen die de collega's uit het team zullen toelichten. En we eindigen met een doorkijkje naar januari. Nou, hoe zijn we gestart? Ik denk begin november en wat we ook half november hebben gedeeld in de Heartbeat, wat ook in een aantal nieuwsberichten is gedeeld, is dat we eigenlijk een soort van doorstart hebben gemaakt. We hebben dit project was al lopende afgelopen jaar. Daaruit is een IKA 1.0 document voor de zomer opgeleverd. Dat was een soort overzicht van normen, maar dat stond nog vrij ver af van de praktijk. Het was echt nodig dat we daar een volgende stap in gingen zetten. Dus we hebben het omgedoopt dat algoritmekader, zodat het goed past in de algoritmetrajecten in samenhang met het register en het toezicht op algoritmes. En is er eigenlijk ook een heel nieuw vers team op dit traject gestart. De meeste gaan jullie zo meteen voorbij zien komen als zij wat gaan toelichten op het stukje waar zij aan hebben gewerkt de afgelopen periode. Nou, wat hebben we nou gedaan de afgelopen weken? Is heel veel kennismakingen. Dus echt het netwerk ophalen. Het is een heel groot speelveld waar we mee te maken hebben rondom het kader. Daarvoor hebben we ook een aantal bijeenkomsten georganiseerd, zoals dit soort online momenten. We hebben ook een fysieke bijeenkomst geweest, het atelier op 8 december, waar meer dan 50 mensen waren. Dus het was heel erg prettig op dit onderwerp. Daarnaast is er ook nog een interbestuurlijke werkgroep algoritmes, die bestond al. Die heeft zich eerst vooral bemoeid met onderwerpen rondom het register. En die kijkt nu mee op onderwerpen op het kader. Hoe we werken is eigenlijk iteratief. We laten stapje voor stapje zien wat we doen. Vandaar ook deze bijeenkomst. Er zullen er nog vele van volgen. En we hopen dat ook online. Momenteel is dat op de pleinomgeving. Wellicht komt er in de toekomst een andere samenwerk. Ruimte waarop we laten zien wat we doen en waarop jullie kunnen meepraten. Verder hebben we eigenlijk voorgestructureerd op hoe we aan de slag willen in januari. Daar gaan we jullie straks ook meer over vertellen, maar we gaan nu eigenlijk de eerste resultaten laten zien. En dan geef ik het woord aan Bart en Isabel, die meer zullen vertellen over het raamwerk, aka kapstok. Dankjewel Marjolein. Klopt, Isabel en ik gaan jullie even door een paar slides heen praten en ik mag de aftrap daarvan doen. Voor jullie zien jullie een zogenaamd raamwerk en inderdaad de kapstok voor het uitwerken van onderwerpen. We gaan ze zo meteen ook wat ontleden. Er komen een aantal slides waarin we wat nader inzoomen op wat je hier ziet. Maar misschien goed om even te vertellen wat hier nou het doel van is. We hebben natuurlijk als opdracht dat wij inzichtelijk moeten gaan maken hoe je nou op een verantwoorde manier als overheid aan de slag kan gaan met algoritme en AI.
Dat is natuurlijk een heel complex verhaal. Ik denk de mensen die hier zijn, die weten het allemaal hartstikke goed. Alleen de truc zit erin van hoe gaan we dat nou ook op een manier uitwerken dat dat praktisch is en ook bruikbaar voor ambtenaren die bepaalde kennis nodig hebben. En daarom hebben we eigenlijk dit raamwerk uitgedacht. Er zit een structuur in wat ons eigenlijk houvast moet bieden om die onderwerpen op een goede manier uit te schrijven. En ik denk dat het goed is om dan ook gewoon meteen te beginnen met iets wat we centraal willen gaan stellen. Met de hele uitwerking ook van het register. Van het kader moet ik natuurlijk netjes zeggen. En dat is de levenscyclus. En dan mag je even doorklikken, Marjolein. En dan pakt Isabel eigenlijk het stukje op waarom wij die levenscyclus hier een hele duidelijke centrale rol gaan geven. Ja. Iedereen, ja, dit is... Jullie kunnen zien het plaatje zien van onze geboren levenscyclus. Zoals jullie kunnen zien bestaat uit 8 verschillende fases. Van probleemanalyse tot het moment waarop het model wordt stopgezet of gearchiveerd. Vraag je je misschien af waar komt deze levenscyclus vandaan? Er staan namelijk veel methodologie en frameworks beschikbaar. In de praktijk wat we zien is dat organisaties maken gebruik van bestaande methodologieën. Of ontwikkelen hun eigen methode of passen bestaande methode aan. Maar als wij praten over fase en de levenscyclus moeten wij elkaar kunnen begrijpen. En daarom hebben wij besloten om algemene en ook neutraal levenscyclus ontwikkelen. Die organisaties, zodat jullie allemaal kunnen eenvoudig vergelijken met jullie huidige methodologieën. En dat ook als basis kunnen gebruikt worden samen met dit bouwblok dat wij hebben net gezien. En volgende slide. Maar wat hebben wij hier gedaan? We hebben 13 verschillende methodologieën geanalyseerd. En sommige wel al gebruikt door overheidsorganisaties, sommige van jullie. Een aantal komen uit erkende instellingen, zoals de NIST, de ISO. Onze analyse heeft zich gericht op het vergelijken van de verschillende fasen binnen elke methodologie. Dat was echt voor ons belangrijk. We hebben gekeken naar de mate waarin deze fase het volledige traject van de levenscyclus van een AI of van een algoritme omvatten. En dit is belangrijk omdat wij niet alleen willen stilstaan bij de levenscyclus van een systeem, maar ook op het bredere proces. En dit is echt nodig om de risico's in kaart te kunnen brengen. Dus wat we gaan even doen is dan een bouwblok, ook alle risico's, maatregelen, alle koppelen. De verschillende levensfases per bouwblok. Dus heel belangrijk om een goede baseline basis te hebben. Klaar? Bart? Ik pak hem weer op. Dus wat Isabel net heeft beschreven, is eigenlijk dat eerste deel net van het grote raamwerk wat jullie zagen. En aan de hand van die levenscyclus kunnen we ook de onderwerpen die gewoon van belang zijn, als we het hebben over algoritmes en AI, kunnen we goed gaan plotten. Dus de onderwerpen die we daarvoor in ieder geval voorlopig centraal gaan stellen, zien jullie hier voor je. Ik denk de aandachtige kijker zal herkennen dat daar een behoorlijke overlap in zit met bijvoorbeeld de AI-verordening en andere wetregelgeving. Want dat zijn gewoon verplichtingen die we nu al en in de toekomst moeten gaan naleven. We hebben hier ook het stukje inkoop nog een duidelijke positie gegeven. Mocht je dat opvallend vinden, omdat we daar gewoon een belangrijke toezegging op hebben gedaan richting de Tweede Kamer. Er wordt zo meteen iets meer over verteld. Maar hier zie je in ieder geval onderwerpen waar we mee aan de slag gaan. Zie dit niet als een uitputtend overzicht van het enige wat we gaan doen. Er gaat meer achter schuil. Maar ook om het een beetje overzichtelijk te houden en structuur te geven, is dit in ieder geval de basis waarmee we aan de slag gaan. Dankjewel, Bart. Er is ondertussen een vraag binnengekomen. Ik weet eigenlijk niet of die voor jou of voor Isabel is. Maar Rani vraagt, is dat een levenscyclus van het systeem of van een individueel algoritme? En ze vraagt ook, waar worden de verschillende fases nader toegelicht? En in het bijzonder, wat ga je archiveren? Bij de stap in de levenscyclus archiveren, ga ik dan even vanuit Rani. Stond dit mute. Het is een levenscyclus van het systeem zelf.
Maar wat wij net gezegd, het gaat niet alleen maar om het systeem zelf, maar ook in de processen daarin zitten. Zoals ook, die kan ik ook dus samen met jou vragen over het archiveren. Het gaat niet alleen maar om het archiveren van het systeem, het model die al geïntegreerd is in een productie bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld de output van die model, die wil je misschien archiveren. Dus op een moment een model of een systeem gaat niet meer werken, of wil je gewoon die model stoppen. Dus wij hebben belangrijk gevonden om de hele levenscyclus, zoals met privacy, het leven van de hele datamodel te volgen. En dat is een beetje het idee ook met die levenscyclus. Daarom hebben wij belangrijk gevonden, je hebt levenscyclus en methodologie die kijkt alleen maar naar het model, dus van ontwerp naar implementatie. En wij hebben besloten om die uit te breiden, ook met andere methodologieën die dat doen. En kijken vanaf echt het probleemanalysefase naar echt het moment dat het systeem niet meer bestaat en wat de gevolgen dat kunnen zijn voor je eigen organisatie. En dan is het op die manier de cyclus helemaal afgerond. Ik weet niet of het duidelijk is, mijn antwoord, maar anders vraag ik nog een keer gerust. Ik zie een... dus volgens mij is goed. Isabel, volgens mij mag jij hem weer doorpakken. Ik wil nog één laatste zinnetje toevoegen aan het deel over de bouwblokken. We hebben vooral ook met de interbestuurlijke werkgroep en tijdens andere communicatiemomenten hebben we best wel lang nagedacht in van ja, maar wat moeten we nou eigenlijk als eerste gaan uitwerken? Waar heeft onze omgeving de meeste behoefte aan? En in dat gesprek en eigenlijk in die dialoog komen we erachter dat er een soort van twee niveaus zijn van informatieverstrekking. Enerzijds de normen, Isabel gaat dat zo meteen wat meer toelichten, van wat moet je nou echt gaan doen als overheid? Wat is het minimale waarmee ik te maken krijg? En daarnaast eigenlijk van, joh, er is nog een wereld. Allemaal interessante kennis, dwarsverbanden, feiten die misschien niet per se moeten. Maar als we het hebben over het verantwoord ontwikkelen van algoritme en AI, is het wel heel interessant om te weten. Nou, beide zien we onderdeel van het kader, maar we gaan daar wel een zekere prioriteit in aanbrengen. En dan geef ik hem nu weer aan jou, Isabel. Ja, we gaan mute. Ja, en wij hebben zo besloten te beginnen met deel 1. Wat moet je minimaal doen als organisatie? Want wat wij merken, dat iedereen wil begrijpen wat je minimaal moet doen. En met de overvloed van aan kaders en richtlijnen en standaards, alles wat komt. Soms wordt het lastig om het overzicht te bewaren. En ja, daarom zijn we gestart met een analyse van de verschillende normen die voorkomen in het wet en regelgeving, standaarden, zelfs binnen de normen, etc. De oorspronkelijke, de ICA versie 1, op zich, wat was de implementatiekader versie 1, bevat al enkele normen, sowieso uit de AVG, de AWW. Maar momenteel zijn we die aan het uitbreiden, zeker met de AI-verordening en ook met andere nationale en internationale wetgeving. En vanuit deze, wat wij doen is, wij halen ook de risico's en maatregelen en wij koppelen die allemaal aan de verschillende bouwblokken en de levenscyclusfase. En wij besteden ook aandacht aan de rol van de toezichtkaders aan de lopende Europese standaardisatietraject. Dat vinden wij ook belangrijk. En ja, zoals jullie kunnen ook zien in het plaatje, om elkaar te kunnen begrijpen, moeten we ook dezelfde taal kunnen spreken. En daarom vinden we ook belangrijk dat wij een soort van raamvoorwaarden te creëren met definities. Zodat wij, wat ik zeg, een soort taxonomie, zodat wij elkaar kunnen begrijpen. Volgende slide. En ja, iedereen wil al heel vaak wil je alleen maar één beetje doen, wat minimaal. Maar goed, wij gaan ook een deel 2 aanvullende maatregelen. Dus wat jij minimaal moet doen als organisatie, soms kan je of wil je meer doen. En daarom willen wij werken aan aanvullende maatregelen die deel 1 complementeren. En extra onderwerpen die ook belangrijk zijn. En ik moet trouwens zeggen, als jullie zien hier in het plaatje zien jullie opleiding.
Een opleiding kan een extra zijn, maar op zich op bepaalde systemen, zeker het hoog risico zijn, is een opleiding en zou wel onderdeel zijn van deel 1 van Dennis en IJs, een harde IJs. Dus, maar die komt allemaal goed, die zou allemaal duidelijk zijn in het kader. Volgende. Nu ben ik niet meer aan de beurt. Is elkaar goed af. We hebben dus een aantal onderwerpen waar we voor moeten gaan zitten. En we weten ook dat het belangrijk is om prioriteit te stellen. Dat vertaalt zich dus ook in de manier waarop we straks een bouwblok gaan uitwerken. Dus we hebben straks echt een team wat een van die bouwblokken vastpakt. Ik heb even in mijn hoofd het voorbeeld van transparantie. En daarvan weten we, dat is gewoon straks wettelijk verplicht en moeten een hoop op zaken op gaan doen. En als we dat een plek willen gaan geven in het algoritmekader, dan zouden deze stappen, of dan willen we eigenlijk deze stappen gaan volgen. Zodat we eerst het doen wat het allerbelangrijkste is. En wat misschien iets minder belangrijk is, maar nog steeds relevant is om te weten dat we dat ook oppakken, maar in ieder geval op een later moment. En hier zie je die structuur. Dus soort van stap 1 of niveau 1 kun je misschien voor je zien als een algemene beschrijving van waarom transparantie relevant is als we het hebben over algoritme en AI. Ik denk dat dat voor iedereen wel redelijk duidelijk is. Maar wat ook daarbij komt kijken is van, maar hoe verhoudt zich dat nou tot die levenscyclus? Dus in welke fase van ontwikkeling van het product kan ik wat doen? En hoe uitzicht dat dan binnen zo'n fase, het onderwerp transparantie? De laag die daaronder zit, stap 2, kunnen we dan echt gaan uitschrijven over de normen. Dus welke norm moeten we nou gaan voldoen? En als we die gaan invulling gaan geven, stap 3, welke rollen komen hier logischerwijs bij kijken? Hoe zou dit kunnen worden gerealiseerd? En best practices. Hier is het denk ik wel heel belangrijk om te zeggen dat stap 3 en 4, dat we daar met het kader toch wel wat voorzichtig moeten zijn in voorschrijven hoe je het moet doen. Het is natuurlijk aan elke organisatie zelf om te bepalen hoe ze invulling geven aan een bepaalde norm. Maar wat wij wel hier als kans zien van het algoritmekader is om hier inspirerend en een soort van adviserend coachend te zijn van, hey, zo kun je dat oppakken en denk daar eens over na. En zie hier zijn al een aantal mooie voorbeelden van hoe een andere organisatie dat in het verleden heeft gedaan. Dus ik denk bijvoorbeeld ook aan een uitgevoerde bias-analyse waarvan het rapport gewoon kan worden gepubliceerd in bijvoorbeeld het algoritmeregister. Dat is interessant. Dus dat is eigenlijk het uitwerken van die normen, wat je het minimale moet doen. Dan een beetje rechts van dit overzicht hebben we eigenlijk die categorie wat je aanvullend nog meer kan doen. Dus welke maatregelen zijn nog meer denkbaar om publieke waarde te realiseren? Dat staat niet altijd in de norm, maar het kan het dus tegenaan schuren en daar niet per se onderdeel van zijn. Die kunnen we benoemen wat dat is en vervolgens ook weer gewoon heel concreet maken wat dat kan zijn. Ik heb het voorbeeld in mijn hoofd dat bij sommige organisaties wordt echt een besluit van het bestuur uitgevraagd op het moment dat er met risicovolle AI wordt gewerkt. Nou, dat is volgens mij een hele mooie vorm om ook invulling te geven en transparantie. Maar ik heb nog nergens gezien dat dat verplicht is, behalve misschien binnen de organisatie zelf. Dus dat is nog een mooie toevoeging. En daarmee hebben we best een gestructureerde aanpak dat we bij het belangrijkste beginnen en steeds meer inspirerend worden. Dankjewel Bart. Er zijn twee vragen binnengekomen, zowel bij jouw toelichting als ook bij net wat Isabel aan het vertellen was. En het gaat eigenlijk over de minimumvereisten en definities. En Marianne Schaaphok vraagt in hoeverre zullen definities in lijn zijn met de definities vanuit de AI-verordening? Of die gewoon één op één worden overgenomen of dat we daar nog aanpassingen in verwachten? Maar Rani vraagt eigenlijk naar minimumvereisten. En dat raakt elkaar natuurlijk wel een beetje, want wat Rani vraagt is, hoe gaan wij ervoor zorgen dat de invulling van definities in lijn zal zijn met definities vanuit EU-wetgeving? En is dat niet uiteindelijk aan het Hof van Justitie om dat te duiden? Ik ben even met de vraag van Marianne. Of wil jij me pakken, Isabel? Ook goed. Ja, ik verwacht dat wij de definities zoals in de wetstand gaan pakken. Maar natuurlijk, dit is een. Wij werken. Het is niet het beslissen van Bart en mijn beslissen. Dus dit doen wij samen met jullie allemaal. Dus we zien uit dat er wordt een soort vergelijkingstabel. Zodat iedereen begrijpt wat wordt mee bedoeld. Maar er zijn definities natuurlijk. De bepaalde
Content wet is deze leiden en dan moeten wij definities van iets zijn belangrijk natuurlijk om dan bepaalde dingen te bepalen en dan is het wat het is. Maar ik zou verwachten dat het niet zo'n probleem wordt, zo te zeggen. Dat wij zorgen, want waarom zouden wij heel samenwerken, dat we bepaalde definities ook binnen jullie eigen definities passen. Ik kan er misschien nog iets korts aan toevoegen. Hetzelfde hebben we eigenlijk gedaan voor het register. Daar hebben we natuurlijk ook gestrooid met een aantal definities. Definities rondom algoritme, definities rondom hoogrisico AI. En wat voor ons leidend is, en dat geldt ook voor dit traject, zijn die Europese ontwikkelingen. Dat nemen we als uitgangspunt. Maar we kijken wel naar de Nederlandse situatie. Want wat je ziet rondom bijvoorbeeld het register, is dat wij een stap verder willen gaan dan wat SEC nu in de EU-verordening staat. Er staat een vrij smalle definitie voor hoogrisico AI. En wij hebben gezegd van nee, wij willen alle impactvolle algoritmes in het register hebben. Nou, wat zijn dat dan? Dat hebben we geprobeerd te definiëren. Dus ik denk dat we eenzelfde soort traject gaan doorlopen. Dat we dat wel als uitgangspunt nemen. Maar dat we ook gaan kijken hoe zit dat in de Nederlandse... hoe verhoudt zich dat tot de Nederlandse situatie? Dankjewel. Ik check even bij Marianne en Rani of op deze manier hun vraag voldoende beantwoord is. Ik zie ze niet, maar misschien... Dat is duidelijk. Nou, hartstikke mooi. Gaan jullie vooral verder, jongens. Dan wil ik nog één slotnoot aan die slide doen. En dat is namelijk, hou hem even in je achterhoofd. Over een aantal slides, en dat gaat Rut doen, gaan we laten zien hoe dit tot leven komt. Want het is natuurlijk een vrij, hoe zeg je dat? Het is gewoon een plaatje, maar we werken al aan een concretisering. En dat komt zo in beeld. Dus hou hem even vast. Kunnen we verder, ja. En dan ga ik jullie even meenemen in het politieke speelveld, want daar hebben we ook mee te maken. Dat zou eigenlijk ons teamlid Jasper van der Heijden doen. Maar die is nu met staatssecretaris naar vragenuurtje. En dat is ook geeft wel een beetje aan hoe politiek geladen deze trajecten zijn rondom algoritmes en AI. En dat merken we ook in de discussies, hè, van waarom pak je jullie niet heel smal? Waarom pak je het nou niet heel breed? We hebben daar gewoon rekening mee te houden. Dus we hebben rekening te houden met wat er uit Europa komt, maar ook wat er uit de samenleving komt en ook wat er uit de Kamer op ons afkomt en wat er al is toegezegd. Nou, onze collega Jasper is met een stofkam weer door allerlei debatten van Eerste Kamer, Tweede Kamer, Kamerbrieven gegaan. Dat heeft hij ook op onze plaaieromgeving in een PDF-document geplaatst met ook een aantal linkjes. Dus voor de liefhebber, duik daar vooral in. Wij zijn ondertussen bezig om die toezeggingen en aanwijzingen een plek te geven in dit traject. En het lijkt best wel aardig te lukken. Ja, ik zie hier een vraag voor het linkje, dat komt. Wat je ziet is, dit zijn eigenlijk een beetje de rode draden die hier in dit overzichtje staan. We hebben te voldoen aan bestaande wetgeving, die is er al, maar men mist vaak het overzicht daarvan. Er wordt gezegd in sommige debatten van, ja, let ook wel op cultuur en ethiek. We kunnen allemaal witte regels en kaders maken, maar als we niet met elkaar hebben over hoe we dat gaan doen, dan redden we het ook niet met elkaar. Maak gebruik van allerlei adviesrapporten of praktische voorbeelden die er al zijn. Bied inzicht in taken en rollen en verantwoordelijkheden. Nou, ik ga ze niet allemaal voorlezen die hier staan. Maar ik dacht, het is wel belangrijk om jullie ook te laten zien in wat voor context wij opereren. En dat we... Ja, dat proberen, dat hebben we dus geprobeerd ook met het raamwerk, dat dit overal wel een plek in krijgt. Dat lijkt nu wel te lukken. Dat zal ook met de uitwerking van de bouwblokken moeten blijken. Dan moeten we steeds toetsen. Dan zijn we nog die goede dingen aan het doen? Zijn we de dingen aan het doen waar de praktijk behoefte aan heeft? Hè? Want dat staat natuurlijk voorop. We willen niet iets theoretisch maken wat voldoet aan de toezegging, maar waar verder niemand op zit te wachten. Dus we zijn steeds op zoek
naar die balans. Dus ja, ben je daarin geïnteresseerd? Wil je daar een keer over verder praten? Neem dan contact daarover op. Dan duiken we er verder over in. Maar weet wel dat wij dit sowieso een plek geven in dit traject. Voor zover even. Ik zie geen vragen, dus dan kunnen we denk ik even door. Ja, dan hebben we ook te maken met bestaande instrumenten, Julia. Ja, hi, ik ben Julia. Ik ga wat vertellen. Ik wil wat vertellen over de instrumenten die allemaal bestaan in het landschap van algoritmebeoordeling. Zoals jullie weten is er een enorme hoeveelheid aan instrumenten. In het kader van algoritmes en ook artificial intelligence. En de vragen die vaak worden gesteld is, hoe sluiten deze instrumenten nou op elkaar aan? Wanneer moet ik een bepaald instrument op welk moment in de ontwikkeling van een algoritme inzetten? Welke instrumenten zijn wettelijk verplicht? En binnen het algoritme kader willen we graag antwoord geven op die vragen en daar een leidraad voor ontwikkelen, zodat voor de gebruiker duidelijk wordt wat de relevantie is van bepaalde instrumenten, hoe ze in verhouding staan tot elkaar en wanneer bijvoorbeeld een wettelijke verplichting aan de orde is. Ja, ten eerste bestaan er instrumenten, er bestaan assessments, leidraden, rapportages en die hebben allemaal ook een andere naam in de titel van de tool of het instrument. En daarom willen we graag een scheiding maken tussen echte daadwerkelijke instrumenten en bijvoorbeeld rapportages. En om te beoordelen of een instrument daadwerkelijk een instrument is volgens onze definitie, willen we kijken of de tool daadwerkelijke handvatten biedt voor de ontwikkeling, implementatie of monitoring van een algoritme. Of voor bijvoorbeeld de inzet van data of iets technologie gerelateerd. En dan willen we graag kijken naar het feit dat een instrument echt als hulpmiddel dient. Om bijvoorbeeld te voldoen aan bepaalde wetten en normen. Om bijvoorbeeld wettelijke kaders toepasbaarder te maken. Of om bewust te worden van bepaalde thema's zoals bias en security. En dat de gebruikers dan vervolgens met het instrument via een stapsgewijs proces deze onderwerpen kan implementeren. Rapportage bijvoorbeeld zou dan beter gedefinieerd kunnen worden als kennis die belangrijk is om op te doen. Dus echt gericht op kennisopbouw en verslaglegging. Dus voor die instrumentenlijst willen we dus echt alleen tools opnemen die daadwerkelijke handvatten bieden. Ja, en hierbij stellen we een lijst met instrumenten op. En deze willen we dan vervolgens gaan categoriseren. Nou, dat zien jullie hier op deze slide. Hier hebben we even drie voorbeelden genomen. Het toetsingskader Algemene Rekenkamer, het IAMA en de handreiking non-discriminatie bij design. En op basis van de categorieën die je hier ziet, er is ook nog een volgende slide, maar we blijven nog heel eventjes hier. Kunnen we dan bepalen in welke context een specifiek instrument van pas komt. En op basis van deze categorisatie is het dan vervolgens ook de bedoeling dat na analyse duidelijk wordt welke instrumenten veel overlap hebben en bij welke instrumenten het handig is als informatie bijvoorbeeld geïntegreerd wordt. Die vraag zien we bijvoorbeeld heel veel terug bij het IAMA en bij DPIA. Er zit veel overlap in en het is de bedoeling dat met zo'n categorisatie het naar voren komt en dat wij dan een volgende analyse kunnen maken. En het is dan ook de bedoeling dat een gebruiker hierover geïnformeerd wordt in het algoritme kader. Dus dat gebruiker echt op zoek kan naar een bepaald instrument voor een bepaalde context. En dat op basis van deze categorisatie dat duidelijk gaat worden. Dus kunnen we ook even door naar de volgende slide. Zoals jullie hier zien hebben we bijvoorbeeld een categorie toelichting doel, toepassing, benodigde informatie, fase levenscyclus, perspectieven zien we weer en ook onderwerpen. En de onderwerpen sluiten dan weer aan op de bouwblokken. Ik zie ook een vraag. Zal ik daar nu op ingaan of zal ik het even afmaken, Heitzke? Wat is handig? Wat jij wil. Ik was net aan het typen dat ik je er zo op zou attenderen. Dus als het in je verhaal past, pak hem dan vooral op. Dan pak ik hem op, want ik wilde eigenlijk naar de volgende slide. Dat is alleen maar de laatste. Ja, even kijken. Ik maak even het verhaal af en dan komen we er zo op terug. We hebben dan hier dat
Het is van belang dat we ons erop richten dat het instrument wordt aangeraden op basis van context. Omdat er zijn altijd wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld, er wordt nu nagedacht over een mogelijke wettelijke verplichting van het IAMA. Dit moet sowieso worden vermeld. Daarnaast zijn er een hele hoop andere instrumenten waar bepaalde gebruikers een voorkeur voor zullen hebben. En bepaalde gebruikers zullen dat instrument liever helemaal niet gebruiken. Dus daarom willen we ons echt richten op die contextspecifieke indeling. En ook zo proberen om overlappende instrumenten te integreren. Daarnaast willen we hier ook graag input op vragen voor de instrumentenlijst. Dus welke instrumenten van belang zijn om op te nemen. Of in ieder geval waar we even naar moeten kijken of in de gaten moeten houden. En daarnaast staan we ook open voor input op de categorisatie. Dankjewel. Je wilde de vraag van Rani nog oppakken over of een instrument ook gebruikt zou kunnen worden voor verantwoording en rapportage. Even kijken, een instrument zou je toch ook kunnen gebruiken voor je verantwoording en dus ook je rapportage. Ik begrijp je vraag niet helemaal. Zou je misschien kunnen Dat hij 1 of 2 slides terug was, dat je... Rani gaat hem misschien even toelichten. Ja, Ik doe mee vanuit een DPI, ja? Ja. Met name de argumentatie waarom je als organisatie vindt waarom een verwerking rechtmatig is. Dat is eigenlijk ook waar je uiteindelijk op aangesproken kan worden door de autoriteit persoonsgegevens. Dus als je dat kan laten zien, dus die argumentatie, ja. Dat... zou ik zeggen, is ook een deel van je verantwoording. En zul je ook zeg maar op een gegeven moment ook over rapporteren. Dus die strikte scheiding tussen instrument en rapportage snap ik in dat opzicht niet zo. Ja, oké, dan begrijp ik je vraag wat beter. Die lijst met instrumenten is er echt op gericht dat gebruikers... in de weerwar die bestaat van alle instrumenten, een instrument kunnen vinden wat hen kan helpen bij dan wel de ontwikkeling, implementatie of monitoring van hun algoritme of databeleid, alles wat in die trant valt. En dat zo'n verantwoording daarbij aansluit, dat is, lijkt mij meer iets voor de organisatie zelf. Bedoel je dat dan ook gepubliceerd zou moeten worden? Volgens mij is het een spraakverwarring, gebruiken wij het woord rapportage in een andere context. Dus het gaat in die zin, je kan die instrumenten ook gebruiken, hè, als rapportagemiddel. Maar wij zien binnen het landschap van, noem het even documenten, zien we zowel meer tools, dus instrumenten, als gewoon rapportages of rapporten. Een Rathenau Instituut heeft een boekwerk geschreven met waar je allemaal... aan moet denken. Daar moeten we ook naar kijken. Wat kunnen we daarvan gebruiken? Zo zijn er heel veel adviezen en handige en leidraden en dergelijke geschreven. Dat hebben we even, denk ik, geplaatst onder kopje rapportage. Maar misschien moeten we er even een ander woord voor kiezen. Ja, misschien dus inderdaad rapporten en adviezen. En dan, ja, rapporten en adviezen. Ja. Zoiets. Oké. Zie maar hoe belangrijk semantiek is. Dat zal Jaap ook beamen. Altijd de goede woorden kiezen, toch, Jaap? Was ondertussen ook nog een vraag hoe hier input voor aangeleverd kan worden. Ik heb daar in de chat net op gezegd dat we dat op Pleio even netjes gaan beschrijven, zodat mensen dat allemaal kunnen vinden. Ja. En was je aan het eind van je verhaal gekomen, Julia? Ja, ik was aan het eind van mijn verhaal. Om nog even aan te sluiten bij Marjolein, is dat die rapporten en adviezen, het is wel de bedoeling dat deze ook ergens een plek krijgen in het algoritmekader. Maar dat er dus wel een scheiding in wordt gemaakt, zodat, want het heeft een ander doeleinde. Ja, dankjewel. Dan was er in de chat ondertussen, er zijn nog 2 vragen binnengekomen. En misschien nog meer. Mike en Bart, die zijn een soort draadje begonnen in de chat. En om toch ook voor jullie allemaal dat nog even naar boven te halen. Mike stelde de vraag dat er in de huidige visie van de autoriteit persoonsgegevens, de AP, een focus is verschoven naar algoritmische processen. Omdat, zo schrijft hij, het uitgangspunt is dat de maatschappelijke impact van algoritmes pas echt zichtbaar en ook onderzoekbaar wordt als
als het algoritme wordt toegepast in een organisatieproces en hoe dat dan gaat. En de vraag was eigenlijk hoe daar vanuit het team naar gekeken wordt. En ik denk dat ik hem van daar af weer even aan Bart geef, zodat hij kan toelichten wat zijn antwoord daarop was. Heel, heel terechte opmerking ook. En zoals ik hem voor mezelf interpreteer is van joh, kijken jullie alleen naar het technisch deel van algoritme of kijk je dan dus ook breder naar processen binnen de organisaties en de bredere context, zo vertaal ik hem even in mijn hoofd. Ja, ik denk dat we allebei moeten doen. We zullen voor een deel natuurlijk ook op het technisch deel van algoritme moeten inzetten of dingen moeten gaan uitleggen. Maar volgens mij moeten we juist, omdat we voor overheidsinstellingen hier een algoritmekader maken, dat bredere speelveld beschrijven. Ik heb hem zelf vaak in mijn hoofd dit onderwerp zitten. Ook een stukje vertaling van wet en regelgeving, beleid, publieke waarde naar ICT-systeem en alles wat daartussen zit. Dat hele samenspel, dus hoe komen we tot besluitvorming? Wat willen we bereiken? Hoe richten we ons proces in onze overheid? En hoe gebruiken we daar algoritmes voor? Ja, dat gaat hier wel een plek krijgen. Kijk, we moeten wel prioriteit in geven. Hè? De eerste basisbehoefte die we veel horen is van vertel ons nou wat we minimaal moeten doen om een beetje grip te krijgen op die algoritmes en AI. Dat is wat we dus met prioriteit 1 vastpakken. Met dit is echt lading die we in prioriteit naar voren willen gaan brengen en juist die bredere context beschrijven. Dus dit zou mijn eerste antwoord op dit stuk zijn, Mike. En ik zie dat er vanuit, ik denk Isabel, Rut en Julia ook graag gereageerd wordt. Ja, ik wil ook zeggen dat jullie hebben een bouwblok van techniek en robuustness. Dus daar gaan we echt heel veel over de techniek van modellen, die wordt ook gekoppeld met andere bouwblokken over risico's. Dus en niet dat omdat verschillende bouwblokken zijn, betekent niet dat die allemaal geïsoleerde eilanden worden. Dus het zit een enorm samengang tussen alle bouwblokken. Dus die wordt zeker ook gepakt. Gaan wij zeker doen. Ja, dat is heel belangrijk. Dank je wel nog voor die aanvulling. En ja, dan stelt Gijs denk ik wel een, misschien ook wel de meest simpele, maar tegelijkertijd misschien ook wel de meest ingewikkelde vraag. Wanneer kunnen wij, en ik weet niet of wij dat uiteindelijk zouden moeten doen, maar wanneer zou je kunnen zeggen of het raamwerk een succes is geworden? Wie mag ik daarvoor? Ja, Marjolein denk ik. Ja. Ja, daar hebben we wel al een beetje over nagedacht. Hè? Ten eerste moeten we gewoon starten en ook dingen uitproberen. We hebben het nog nooit gemaakt. Dus we moeten ook dingen gaan ondervinden en misschien fouten maken, hè? En bijsturen. Maar we hebben gedacht van ja, als wij gewoon een eerste versie hebben staan, is het eigenlijk heel belangrijk om validaties in de praktijk te doen en dat er een soort van validatieloop ontstaat. Dus we hopen heel erg dan organisaties bereid te vinden om aan de slag te gaan met de toepassing van het raamwerk en kijken wat daarin wel en niet werkt. En dat willen we eigenlijk ook wel vrij snel doen. Zo niet dat we eerst een jaar aan iets bouwen wat uiteindelijk misschien helemaal in de praktijk niet lekker blijkt te werken. Maar er moet natuurlijk initieel iets staan. Dus wij denken nu dat het raamwerk ons best wel gaat ondersteunen daarin. Of dat ook goed aansluit bij de praktijk. Ja, willen we dus heel graag gaan valideren en op basis daarvan verder bijsturen. Dus dat is nu even de aanpak voor het komende jaar. Ik hoop dat antwoord voldoende is. Ja, en ik hoop ook vooral, Gijs, dat je meedoet, zodat je ondertussen kan vertellen of we op de goede weg zijn en er mede voor kunt zorgen dat het succesvol wordt. Zeker. Dat geldt voor iedereen. Even kijken. Ja, dan dachten we, het is misschien toch leuk om al een beetje iets visueels te maken, zodat van waar gaat het heen? Rut gaat daar nu wat meer over vertellen. Ja, klopt. We hebben inderdaad geprobeerd een soort demo of mock-up te maken van hoe het algoritmekader er straks uit zou kunnen zien. Vooral met het idee van het moet een praktisch instrument worden. Een website wordt vaak genoemd. Dus we hebben gekeken van hoe zou het eruit kunnen zien om het een beetje meer beeld te geven.
Dus hier eigenlijk een weergave van hoe een van de bouwblokken er dan uit zou kunnen zien. In dit voorbeeld is dat het bouwblok fairness. En eigenlijk, nou ja, dus wat dan de inhoud zou zijn. Dus we beginnen met een stukje waarom. Hè, wat is eigenlijk fairness en waarom is dit belangrijk voor het thema algoritmes en AI? Dan zouden we vervolgens eigenlijk de relatie met de levenscyclus willen weergeven. En je ziet de levenscyclus ook hier staan. Het idee is dan dat dat clickable zou zijn en dat we ook kunnen aangeven van naar welke fase in de levenscyclus zijn nou belangrijk voor dit bouwblok. He, dus in welke fase moet je eigenlijk aandacht besteden daarin. En dat je dan eigenlijk ook per relevante levenscyclus krijgt van in wat voor vorm moet je dan eigenlijk aandacht besteden. Of hoe moet het aan bod komen. Met het idee dat je dus ook kan klikken hierbij. En aan de rechterkant zie je eigenlijk ook een blokje filters. En daar eigenlijk het idee dat je dus ook kan filteren op relevante dingen voor jouw situatie. Je ziet bijvoorbeeld de verschillende levenscyclus. Dus daar zou je op kunnen filteren dat ook automatisch aanpast. Maar ook een heel stuk over eigenlijk het algoritme dat je aan het ontwikkelen bent. Hè, gaat het om machine learning algoritme of is het een simpele rekenregel? En ook het risiconiveau volgens de AI Act. Maar eigenlijk met het idee van, als je nou een laag risico algoritme aan het ontwikkelen bent, dan wil je eigenlijk ook alleen maar zien wat er dan voor jou van toepassing is. En alle dingen die echt horen bij een hoog risico instrument, die zijn dan voor jou niet voor toepassing, dus die hoeven dan eigenlijk ook niet te tonen. Dus dat je daar echt een beetje in op weg geholpen wordt. Misschien kan je dan door naar de volgende slide. Het idee is dat het dan eigenlijk dat je gewoon door kan scrollen. Eigenlijk dus dat je dan vervolgens komt op het stukje normen. Wat dan eigenlijk duidelijk moet geven van nou in jouw situatie, waar moet je minimaal aan voldoen? En dat dus ook, die inhoud past dus aan op basis van de filters die je dan aan zou geven. Bij die normen ook dat we een bron aangeven en nog een stukje uitleg. En vervolgens daar weer dan zie je die gelaagdheid die Bart ook heeft laten zien, daaronder de aanvullende maatregelen. Dus wat kan je nou verder nog doen? Het idee is dan dat die normen weer doorlinken naar een extra pagina. En dat je daar eigenlijk weer nog meer informatie krijgt over die norm. Dus ook een stukje hoe, dat we relevante hulpmiddelen of instrumenten daar tonen. En ook een stukje rollen. Dus wie zou je nou kunnen betrekken? En ook de best practices, dat die daar een plek krijgen. Dus dan zie je die gelaagdheid die Bart ook heeft gegeven eigenlijk heel mooi terug. Dus dit is nu een beetje het idee van hoe wij het voor ons zien dat het er straks uit kan gaan zien. Dit is dan, zou een van de mogelijke weergaven kunnen zijn. Uiteindelijk kan je natuurlijk op meerdere manieren naar deze gegevens kijken. Bijvoorbeeld vanuit één fase van de levenscyclus of zijn er nog verschillende dingen denkbaar. Ik weet niet of er ondertussen nog vragen zijn, Heidske. Ja, dankjewel Rut. Er zijn vragen, alleen volgens mij gaan ze niet over deze visuele weergave, maar meer over, even kijken, Christel heeft inderdaad wel, het was een wat langer verhaal, ze moest even zoeken naar de koppeling, maar ze schrijft eigenlijk, met het cloudbeleid vergelijkt ze het, daar was ook een implementatiekader cloud en een handreiking cloud, en ze ziet een soort parallel met algoritme, de AI-verordening en een implementatiekader, waarbij je richting kan geven aan governance en minimale verplichtingen. Ze zegt, tools zouden naar haar mening thuis horen in de handreiking. En dat je dus sturing en hulpmiddelen niet direct koppelt, ook voor de onderhoudbaarheid van tools en het overzicht. Ik moet bekennen, Christel, dat ik niet helemaal je opmerking kan plaatsen. Zou je hem nog even toe kunnen lichten misschien? Ja, ik vertel dit inderdaad omdat ik ook heb meegeholpen aan het implementatiekader van cloud en later aan de handreiking van cloud. Daar zat ook toen ook een hele grote druk op, want dat implementatiekader moest toen ook binnen 4 maanden af zijn. En voor de handreiking hadden we meer tijd, waarbij niet het doel was om het in een website neer te zetten. Dat was zeker niet voor het implementatiekader. Het implementatiekader had vooral toch een redelijk sturend effect en werd eigenlijk ook
rijksbreed vastgesteld. Dan kan ik me voorstellen dat het AI-implementatiekader, als de scope overheidsbreed is, dus dat wat moeilijker vast te stellen is. Maar dus de sturing op AI, daar is wel rijksbreed aan gewerkt. En dat kader dat ging, focuste zich op governance, dat focuste zich op de must-haves die redelijk beknopt werden neergezet. En vervolgens ging de handreiking meer over het hoe, terwijl het implementatiekader ging over het wat. En natuurlijk is dat aan elkaar gekoppeld. Maar destijds is niet meteen de keuze gemaakt om het dus in tooling te vervatten, zoals wat ik nu wel bij jullie zie. Maar ook voor de onderhoudbaarheid was dat wel heel erg praktisch. Dus de vraag van mij is ook van, ja, wat is het doel van het implementatiekader AI? Is dat om sturing te geven, om duiding te geven? Of, en hoe ver wil je daar meteen mee gaan? Ik kijk even of Marjolein deze wil pakken of aan wie je dat wil laten. Ja, ik kan misschien een deel van het antwoord geven. Het is inderdaad wel de bedoeling om sturing te geven, maar het heeft vaak te maken met normen en regels die er al zijn, maar waarin het overzicht ontbreekt. We hebben ook nagedacht over de vorm, omdat we hebben gemerkt dat een lange lijst opleveren in een Word-document niet aansluit bij de praktijk. En waar we ook over aan het nadenken zijn, en dat zie je hier niet, is dat we eigenlijk dit traject echt open source willen ontwikkelen. Het is niet code in die zin, hè, maar tekst die we met elkaar ontwikkelen. Dus we zijn aan het kijken naar een samenwerkingsmogelijkheid, waarin je, denk even à la Wikipedia, hè, met elkaar kan werken aan tekstvoorstellen en die kan valideren. Ik kan me voorstellen, en dat staat ook een beetje in het raamwerk qua randvoorwaarden, dat je die wel met elkaar gaat opschrijven en laat vaststellen via de gebaande gremia, zodat die kapstok heel stevig staat. Maar we laten dat wel parallel lopen. Dus we zijn bezig met die inhoud, maar we denken ook al na over de vorm, om het gewoon wat beter te laten aansluiten op de praktijk. Dus ik weet niet of dat voldoende antwoord is. Het idee is ook dat je die informatie, als je het niet prettig vindt om met een website te werken, alsnog gewoon statisch eraf kan halen. Als je met versiebeheer werkt, kan dat prima. Ja, mijn vraag was eigenlijk meer gericht van wat is nou wat wil je qua status met de vaststelling van een implementatiekader, want het is, ik weet dat het vanuit de staatssecretaris is beloofd, het is toegezegd, dus het zal ook rijksbreed moeten worden vastgesteld. En past deze werkvorm daarbij? Ja. Deze werkvorm past erbij omdat de staatssecretaris het heel belangrijk vindt dat wij een open werkvorm hanteren. Dus voor haar een randvoorwaarde, dus dat we op deze open wijze dit soort producten tot stand brengen. Ik denk wel hè, dat je het normerend gedeelte, dat je dat gaat vaststellen met elkaar. Maar als je kijkt naar de toezeggingen en wat er allemaal is benoemd hè, rondom dit speelveld, gaat veel verder dan alleen het vaststellen van normen. Misschien kan ik daar nog op aanvullen, Marjolein. Wat jij ook vaak aanhaalt, is dat er al een eerste versie van het IKA was gepubliceerd, waar toch ook wel de feedback van was van ja, de praktische toepasbaarheid hiervan is best lastig. Dus we hebben ook gezocht naar een vorm om antwoord te geven op een behoefte die we meegekregen hebben. Want het moet uiteindelijk natuurlijk ook werkbaar en toepasbaar zijn in de praktijk. Ik zie nog twee, tenminste ik weet niet of hiermee dit blokje kunnen afronden, maar ik zie nog een vraag van Rani die nog een verduidelijking vraagt over een term in de slide. Ze ziet de term juridisch kader staan en vraagt zich af of dat iets anders is dan een wettelijk kader, of dat dit ook weer een definitie, semantische definitie. Ja, ik denk dat dit ook weer even een verwoording is en dat we de slide even moeten aanpassen. Hiermee bedoelen we eigenlijk hetgeen Isabel net heeft verteld. Nou, waar je dus eigenlijk minimaal aan moet voldoen. En dat is dus en geldende wet en regelgeving, maar ook de Nederlandse context van de toetsingskaders die we al kennen.
Dus dat is eigenlijk het idee van dat blok, dat we dat hier weer gaan geven. Maar dat moeten we in de slide, in de verwoording denk ik even aanpassen. Dus meer dan juridische kaders. Dat is een goede opmerking. Ja. En ik denk dat het goed is dat we voor alle woorden en termen die we gebruiken, eigenlijk altijd een stukje uitleg geven over wat we met die term bedoelen. Zodat het op een gegeven moment ook voor iedereen helder is wat bepaalde woorden betekenen. Ik zie een duim van Jaap. Nou ja, dat is ook wel fijn, deze feedback, hè? Want soms zie je het zelf niet meer als je zo'n slide maakt. En dan denk je, oh, we hebben het toch over hetzelfde. Maar het is altijd goed om dat uit te spreken en nog helderder te maken met elkaar. Volgens mij was er nog één vraag. Ja, er is nog één vraag van Gijs. Over welke in de praktijk hebben we het precies en of het ook voor lokale overheden gaat gelden en hoe we hoe we ons dan verhouden tot de VNG. Ja, het gaat zeker voor lokale, dus alle decentrale overheden gelden. Het is een overheidsbreed kader. We werken nauw samen met de VNG, maar ook met de IPO. Jaap zit hier in de call en ook met de waterschappen. Dus die zijn allemaal belangrijk in deze context. En we zoeken daar ook in de samenwerking op. Zij hebben ook een vaste plek in de interbestuurlijke samenwerking. Dus dat geldt voor alle overheden. Ik neem aan... Sorry, ik hoorde iemand. Ja, het staat dan. Oké. Okay. Even kijken. We naderen het einde en dat is ook, komt goed uit qua tijd, volgens mij. Nu even doorkijken naar januari. Wat jullie net gezien hebben is eigenlijk allerlei voorwerk wat we gedaan hebben om echt aan de slag te kunnen op bepaalde thema's. En waar we inderdaad voortdurend de vinger aan de pols moeten houden van, doen we nog steeds de juiste dingen? Sluit dit dus nog steeds goed aan op de praktijk? Dat gaan we ervaren met elkaar. We hebben 10 bouwblokken gedefinieerd en een aantal randvoorden en dergelijke. Het is best wel veel en we kunnen niet met alle tegelijk starten. Dus we hebben nu een eerste selectie gemaakt waar we mee gaan beginnen. Rondom die onderwerpen worden werkgroepjes gevormd. Daarin is iedereen welkom. Hoeft ook niet eens per se hè, van de overheid te zijn. Dus ook alle expertise op dit gebied is welkom om daaraan mee te werken. Dat kan ook via ons mailadres of via de pleiomgeving. Waar we in ieder geval mee gaan starten is het inkoopstuk. Er is gewoon erg veel vraag naar. Vooral ook vanuit de decentrale overheden. Maar het geldt ook voor het Rijk dat er veel wordt ingekocht. En ja, dat daar nog een heel veld te verkennen is. Privacy en gegevensbescherming en fundamentele rechten gaan we mee starten van de bouwblokken. Transparantie staat even tussen haakjes, want we wilden daar vast wat quick wins vanuit het algoritmeregister in opnemen. Maar er is natuurlijk nog veel meer rondom transparantie. Maar wat ook belangrijk is om te starten met die overkoepelende. Spreken we dezelfde taal? Ja, dat kwam nu ook al een paar keer naar voren. De definities, al die instrumenten, al dat werk dat al gedaan is door collega's en door experts... Ik weet dat veel partijen die exercitie doen, die wij nu aan het doen zijn, alles op een rijtje te zetten. Waar zit de overlap? Laten we dat één keer allemaal bij elkaar brengen. Dus daar willen we ook echt mee verder gaan. En daar hebben we ook echt jullie input voor nodig. En ook de expertise om na te denken over de vorm. Want dit was een ideetje, hè? Het was een demo mock-up van het zou er zo uit kunnen zien. Het is helemaal niet gezegd dat het er zo uit gaat zien. Heb je daar nou hele goede ideeën over dat je denkt, ja, ik weet hoe je dat... goed bij die gebruiker kan krijgen. Ja, sluit dan aan bij de... Ja, ik heb het even vorm genoemd. Het is misschien niet helemaal de goede term. Ja, let wel, als je in een werkgroep gaat zitten, dan kost dat wel wat tijd. Want een werkgroep, dan ga je aan het werk met elkaar aan de slag. Maar daar kan je dan onderling ook afspraken over maken. Elke 3 weken zullen we deze klankbord houden, zodat... er ook gereflecteerd kan worden op het werk dat gedaan wordt. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon handjes nodig die dat samen met ons gaan doen. Dan ga ik naar de afsluiting. Dit heb ik denk ik net al een beetje
verteld. Wij gaan nu op basis van die onderwerpen ook mensen benaderen die al bij ons hebben aangegeven van ik wil graag op dit onderwerp meewerken. We gaan er ook nog meer over communiceren. We nemen de eerste week na het reces nog om die groepen te vormen. En dan begint eigenlijk de driewekelijkse cyclus. Dat betekent dat 1 februari de tweede sprint eindigt eigenlijk. En dat er weer een bijeenkomst is zoals vandaag. Kijk op onze Plaio-omgeving voor de bijeenkomsten. Wil je op de hoogte blijven, kan je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Op de communitypagina, er zijn al een aantal documenten van vandaag. Dus het hele overzicht van de moties is er geplaatst. De demo die je net hebt gezien is geplaatst. Het raamwerk zal er ook worden geplaatst. En het overzicht van de instrumenten ook. Reageer daarop, stel daar vragen over, benader ons. En niet ambtenaren, ja, zeker. Hartstikke welkom, want... geen tunnelvisie willen we niet. Dus goed om verschillende invalshoeken mee te nemen. Dit jaar nog 1 bijeenkomst over het register aanstaande donderdag. En dan 1 februari weer verder met het kader. Zijn er nog nabranders? En anders gaan we bij deze afsluiten. Ik zie geen handjes of nabranders meer, Marjolein. Dus ik denk dat die rond is. Okay. Nou ja, ik wil in ieder geval jullie hartelijk danken voor de aandacht. En dat wij dit aan jullie hebben kunnen voorleggen. En heel fijn de vragen. Het helpt ons heel erg om dingen scherp te maken en te houden. Tot de volgende keer, zou ik dan zeggen. En voor de mensen die we donderdag niet zien, alvast hele fijne feestdagen en een heel plezierig uiteinde. En we zien elkaar dan graag weer in het nieuwe jaar.